Het lijkt me echt gruwelijk om de auto hier neer te zetten en dan om vanaf daar over de Lambo te gooien in de basket. Dit is het schot vanuit de Lambo. Hey. Wow! Yes. Hij moet in het gele, wil ik het nog halen. En ik denk eerlijk gezegd 10. Oh! Nee, volgens mij is het 9. Welkom bij de vlog van Enzo Knol. Enzo Knol. Ben hier met mijn maatjes en we maken lol. Maatje. Weet niet of jij dat ook verstond. Wat? Dat was Benny op de achtergrond. Elke dag weer een nieuwe show. Nieuwe show. En lachen ga jij sowieso. Ja, sowieso. 4 uur, ik kom nooit te laat. Ik zorg wel dat die op YouTube staat. Dames en heren, en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben hier samen met Myron en met het jongetje Noël. Ja. Ja. En wij komen ergens achter, we staan bij de nieuwe woning en Myron zegt in één keer, wow, kijk die bosjes, is dat niet gegroeid? Dus ik kijk ze ook zo, wat? Serieus? Dit is echt niet normaal. Dit is heel hard gegaan. Check deze bosjes bij onze woning. Eerst zag je alleen de zwarte hekken. Dus je zag alleen het doek. En nu zie je gewoon binnenkort het doek niet meer, omdat die bosjes zo hard gaan. Maar check dit, hè. En check dan even nu de foto die in beeld komt. Daar zie je gewoon helemaal die bosjes nog niet. Die bosjes zijn nog lager dan het hek. Zo hard groeit het. Nou, is niet normaal. Nou, heel dun. Je ziet wel dat ze geplant zijn. Maar heel dun inderdaad. Nu is het helemaal vol. Dat is echt bizar. Maar goed, wij zijn nog steeds blij met onze nieuwe woning natuurlijk. Ook al wonen we dat nog niet. We zijn er bijna elke dag. Vooral de afgelopen dagen zijn we hier veel geweest. Omdat we natuurlijk Camping Knol hadden geopend. En omdat Kim en Floor er maar een paar dagen waren en niet een hele week, hebben we eigenlijk nog wat spelletjes over die we nog wel graag even willen doen. We moeten even kijken, zoals bijna elke dag, of het weer het toelaat. Want één moment regent het en één moment is het weer zon. Dus het is heel apart. Maar we gaan in ieder geval weer even lekker chillen in de tuin. En we gaan kijken of we leuke spelletjes nog kunnen doen. En we zijn beter geworden in boogschieten. Ja, Noël. Juist. Ja. Noël en ik hebben gisteren nog iets van een uurtje lopen boogschieten. We weten nu beter hoe het moet. Wow. Jij schrikt niet meer, hè? Nee, doe mij niks. Oké, let maar op. Binnen nu en 5 minuten ga ik hem laten schrikken. En dan schrikt hij weer echt super. Schrikt hij zich helemaal dood. 5 minutes later. Nou, wow, dit is echt een episch shot. Alsof we een huis hebben gekocht in Amerika of zo. Met zo'n grote... Portier. Ja, met een portier. Met zo'n grote gate. Echt ziek. Waarom zet je de auto hier neer? Juist, dat is wel dom. Maar. Dat ga ik jou nu uitleggen. Het lijkt me echt gruwelijk om de auto hier neer te zetten. En dan om vanaf daar over de Lambo te gooien. In de basket. Ja, maar je moet wel echt uitkijken dat die bal niet op de auto komt. Ja, maar dat is dus het risico wat je neemt. En daarom maakt het extra spectaculair. En mijn leven is één spectaculaire shit, schat. Dat weet je. Toch ondertussen. Ja, liever nog niet. Hoe lang gaan we nu met elkaar? Een paar jaar. Je weet gewoon ondertussen dat mijn leven gewoon de shit is. Oké, goed. Ik zit zo lekker hier. Ja, blijf jij maar lekker zitten. Dat hoort ook bij de stunt. Dat jij lekker in de auto blijft zitten. Ja. Myron die zou eigenlijk de poort open doen. Maar Myron die zei tegen mij, ik zit zo ongelooflijk lekker in mijn stoel. Dus ik zei, oké, Noël, wil jij misschien de poort open doen? Oké, Noël, bro, maatje, ja. Wil je mij filmen? Ja. Want dit wordt gewoon de shit, hè? Ja, dit wordt shit. Wat? Wat is dit? Klopt. Ja, natuurlijk. Gaan we doen op de auto, Mac? Nee. Oh. Ik ga dus vanaf de achter over de auto in de basket. Eigenlijk, goed. Wat het meest zieke zou zijn ever, is als we hier. Dit wil ik. Trampoline. Juist, dit wil ik echt serieus laten gebeuren. Ja. Oké, dus we gaan voor de auto doen we een trampoline. Hier leggen we een grote mat neer. En dan rent iemand daar, springt op de trampoline, doet een salto voorover en dunkt hem daarin. En landt op de mat hier. Alsjeblieft, als er iemand is die dat kan, alsjeblieft. Nee, jij kan dat. Ja, ik kan dat, echt waar. Over de auto. Over de auto, ja. Nee. Jawel. Je bent nog nooit ook nog dunken in de... Jij bent nog nooit met mij naar een trampolinepark geweest. Dat is waar. Alleen voor de videoclip van Welkom bij de vlog van Het Ook Nog. Ben je met mijn maatjes en we maken lol. Hey. Zo. Oh. Het is nu een stukje enger om naar het terug te gooien. Oké, vanaf hier. Ja. Goed. Dit is nou jammer, hè? Dat vind ik serieus. Dat vind ik nou echt jammer. Dat lukt dat gewoon niet. Wie lacht het aan?
Oh! Oh, Gijsdas. Nu gaat hij erin! Boom! Let's go! Let's go! Het is een positieve vibe. Yes! Lekker hoor! Let's go, over de auto heen. Is dat niet mooi? Oh, mag ik mee knuffelen? Ja! Ja! Yes! Wow, yeah! Yeah, ik heb zo naar mijn plezier. Ja, mijn plezier. Yeah! Yeah! Yes! Yeah. Woe, kijk! Oh! Huh? Oh! NBA, NBA! Hup! Oh, Marjan, doe het alsjeblieft één keer voor de kijkers. Hup, zo moet dat dus. Ja, Marjan, sta vrij! Ja, en zo. Over de auto. Slecht! Nu gaat hij erin! Oh. Oeh, hey, auto doe mee. Oh, ik weet iets zieks nog. Stuiter hem over het auto, ja. Op de grond, ik zag het al. Oei, joh. Oh, dat ging er nog bijna, hè? Ja. Ja. Oké, okay, dames en heren, daar komt hij. Dit is de basket over de Lambo. Oké, okay, dames en heren, daar komt hij. Dit is het schot vanuit de Lambo. Hey. Oké, okay, dames en heren, daar komt hij. Dit is het schot vanop de Lambo. Hey. Oké, okay, dit is het schot blind van achter de Lambo. Ja, joh! Yeah. Yes! Oh! 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 Yeah! Let's go! Nu de stuit. Dames en heren, daar komt hij van achter de Lambo met een stuit. Yay! Yes! Lekker hoor! Die is echt nice. Het is een ver schot dit. Heel ver. Oh. Hij kwam bijna in zijn gezicht, die bal. Yes! Wow! Let's go! Dit was heerlijk. Nice. Wel een paar hele mooie shots gedaan. Je wordt wel steeds beter, inderdaad. Ja, toch? Ja, echt. Lekker, man. Represent respect. Represent respect. Yeah. Ja, echt lekker, hoor. Zullen hier al vogeltjes... Ja, ja, hier hebben al vogels bij gezeten. Zie je? Je ziet hier al een beetje zo'n kuiltje. Oh ja, ze hebben hier zo... Ja. Lopen pikken. Nice. Kijk, ze zijn ook blij. Je hoort ze ook allemaal, hoor. Ja, je hoort veel vogeltjes. Maar wel leuk dat ze elke keer dit doen in de tuin. Van die netjes. En dan hou je de vogels ook hier. Als er gewoon genoeg voedsel is, dan blijven ze gewoon lekker hier. Blijven ze terugkomen. En komen er meer. Basketbal is zo leuk. Ja. Hoi, yo! Wat? Wat? Fucking vet. Die was echt nice. Gewoon vanaf de pier zo, hoppakee, erin. Ik even deze man, hè. Ja. Hoeveel meter is dit eigenlijk? 1, 2, 3. 10 meter. Ja, dat is sowieso een driepunter. Ja, toch? Ja, 100%. Die is nog wel. Nou, al redelijk close hoor. Ik heb het lijstje opgehaald. Je gaat ook steeds dichterbij staan. Ik score hem uiteindelijk. Ja, doe gewoon elke keer, nou, doe elke keer een stap vooruit als je hem niet haalt. Stap vooruit. Oh, op deze plek doe ik het. Nog een stappie.
Ja! Yes! Hey. Lekker! Ja, let's go! 1 meter! Lekker hoor! Wil jij eentje van hem achter de Lambo schieten? Ik hè? Ja, en kijk, raken? Ik wil ze wel proberen. Ja, dat is vet hoor. Het is echt een goed gevoel als je dat dan redt. Serieus. Okay. Dat is echt nice. Ik doe wel met die vrouwenbal. Lekker, lekker! Die was ook smooth hoor. Die was gewoon ringloos. Echt nice. We achter de Lambo ringloos. Hey! Ah! Nog een keer. Yay! Die was geniaal. Dat hij dan ook terugkomt en je hem vangt. En dat hij dan daarna wel erin gaat. Oh, dat was geniaal. Het is echt zo leuk om gewoon nu zo'n tuin te hebben. En dan gewoon lekker te kloten zoals dit. En dan lekker basket gooien. En gewoon gebruik maken van de dingen die je nu hebt. Die ik eerder niet had in mijn appartement. Dat is echt zo super leuk. Ik ben echt blessed hoor dat ik dit nu heb. Echt heel blij mee. Kijk hoe super gruwelijk gewoon. Echt, de auto lijkt gewoon zo wat klein in vergelijking met de tuin. Echt ziek. Oké, okay, zullen we pijlen omhoog schieten? Ja. Laten we zien aan de kijkers dat we beter zijn geworden. We zijn Robin Hood. En Cupido bij elkaar. Oké, okay, en dan ga je ook een poging doen. Ja. Om beter pijlen boog te schieten. En over gewoon goed mikken. Die heeft een of andere duif, of ik weet niet, die zat zwaar aan de racekak. Ja, vies. Kijk, die heeft precies en ook precies op het handvat gescheten. Gewoon, wat is dit ook voor schijt? Holy shit. Ja, dat is het, holy shit. Oké, okay, laten we pijlen boog pakken. En de verliezer, die moet daar gaan staan bij die boom met het appeltje op te hebben. Ach, ben je gek, joh, ben je gek. Mag de winnaar erop mikken. Ik moet zeggen, en dat zeiden wij gisteren ook tegen elkaar. Toen zei jij dat in één keer zo van, bro, besef, dit is zo random. We zijn gewoon pijlen boog aan het schieten, ja, in je freaking tuin. In een tuin, wat de hel? Ja, gewoon pijlen boog schieten in je eigen tuin. Ja, echt ziek hoor. Oké, okay, wat we nu hebben gedaan is, we hebben hem op standaard gezet. Dus dat door deze schuimblokken. Dus nu blijft hij redelijk goed staan. Maar om hem nog beter te laten staan, hebben we dit blok erachter gelegd. Dat hebben we gisteren al getest. Werkt super goed. En zoals jullie zien, we hebben aardig vaak in het rode al geschoten. Dus dat is al netjes. Ik heb 3 keer in het gele, of 2 keer in het gele geschoten. Noël 1 keertje. En ja, voor de rest allemaal wel redelijk veel rechts, zoals jullie zien. En zie je, hier linksboven zit niks, linksonder zit niks. Hier zit wel eentje. Maar voor de rest is allemaal naar rechts. Dus daar moeten we even rekening mee houden. Maar nu, aangezien we wat beter zijn geworden, durf ik deze camera wel hier neer te zetten. Dus kunnen jullie het beter zien. Oké, okay, schat. De eerste pijl is voor jou. Ja, dan kunnen jullie mijn score weer overtreffen. Dat is wel goed. Nou, de eerste 5 pijlen zijn voor jou. Daarna 5 pijlen voor mij, dan voor Noël. Oké, okay, kom op, Myron. Oei. Wel aan het bord. Ja, dat wel. Net geen punt. Net niet. Maar een prima eerste poging. Ik bedoel, gisteren schoten we alles mis, wat. Oei. Oeh, die ging wel heel hoog. Alsof je nagels. En vroeger hadden ze dat niet, die mooie nagels in de rimboe. Wow. In het blauw hoor. Netjes, heel netjes. Wat deed je nu anders dan net? Iets lager, mikken. Oké. Okay. En wel heel erg geblind. Oké, okay, ze wel weer in het bord. Ja, er zijn 3 in het bord. Nou, dat waren ze. Ik ben best tevreden eigenlijk. Even kijken hoeveel punten je hebt. 6 punten? Oké, oké. Okay, okay. Marvin heeft 6 punten. Gisteren heb ik met 5 pijlen, want we zijn dus 1 pijl kwijt daar, ergens in het zand. Maar van de 5 pijlen heb ik gisteren een score gehaald van 29. Dat is de high score van dit moment. 29. Ik ben benieuwd wat Noël nu gaat neerzetten. Oké, okay, bro, wat zeg je gevoel? Wat ga je doen? Hoeveel? Als Cupido schiet je in het hart. Oké, okay, dus die gaat roos raken. En vandaag staat Camper niet meer op het spel als hoofdprijs. Wat ik hoop als je die raakt. Vandaag de shovel. Oh, en dan Blackie Fanta. Ja. En geld bij. Juist. Oké. Okay, bro, kom op. You got this. Woppa! Oeh, hij viel net niet om. 3 puntjes. Kracht erin, hè. Oeh, 1 punt. Ik denk 0. Maar... ik gaf hem een voordeel van de twijfel, maar... een halve. We gaan zo kijken. Oei, 2. 2 roos. Oeh, dus misschien heb je nu evenveel als Myron. Oeh, die is netjes. Die is netjes. Welke kleur? Geel natuurlijk. Nog niemand heeft in de roos geschoten. Niemand. Oh, die is wel clean hoor. Strak naast. Dit is een mooie score, ouwe. Let's go. Voor eerste keer. Even checken. 17. 17? 17. Netjes, 17. Oké, okay. Nou gaan we mensen. Let's go. Wow. Boom! De eerste zit in de rode. Misschien ga ik wel een nieuwe highscore neerzetten als het zo begint. Nagaan dat ze gewoon op bewegende targets zo. Oh ja, zie. Bizar.
Oeh, een blauwe. Hey, netjes hoor. Oh, ook wel weer nice. Ja, ik voel me ook gewoon goed. Ga je ook gewoon goed schieten? Ja. Oh, meneer, je moet hem even om. Die is dood. Te veel kracht. Hij zat wel aan het bord, maar hij was te veel rechtsboven. Een kantelt hij. Oh ja, hij zat er niet in. Nee. Verdorie. Ai, ai, ai. Kom op, ik moet een goede score neerzetten. Geel? Wow. Misschien heb ik een high score te pakken hoor. 20 heb je nu. 20? Ja. 20? Mickey Mouse. Kom op, in het gele. Oh, een blauwe. Kom, laten we kijken. Oh, joh. Oh, wel mooi hoor, dit. Lekker. Oké, we hebben hier 9 punten. Ja. Dan hebben we 7, dat is 16. Dan hebben we 6, dat is 22. Dan hebben we 5, dat is 27. 27. Nee, als ik deze nou gewoon in de 3 had gehad, ja. Dan had ik een nieuwe highscore van 30. Ja. Wow. Maar ze waren wel echt nice, gewoon weer in de 9 geschoten. Maar kijk, niemand nog in de 10. Nee, ja. Of in de 25. Of in de roos, niemand. Stel of ik echt een precisie ja, op dat soort. Holy zo. Shit. Precies hier doorheen, zo. Dat zou echt ziek zijn. Oh, dat is echt te satisfying. Laten we allemaal nog een keertje doen. Dan kan ik proberen mijn score te verbeteren en dan jullie ook. Ja, is goed. Ja. Laten we dat doen. Oh, echt moeilijk, hè? Ja, is echt moeilijk. Zo, maar dat maar hoeveel stippen er al in zitten? Dat is best wel bizar. Ja, niks hier linksonder. Nee, iedereen schiet rechts. Iedereen schiet met afwijking naar rechts. Ja. Ja, blijf me afvragen hoe dat kan. Misschien omdat we met rechts schieten, I don't know. Ik weet het ook niet. Blijkbaar als je loslaat, ga je toch wat naar rechts doen. Ja, met die zwieber of zo. Ja, nou, Myron, take it over. We moeten eigenlijk zo'n rugtasje fixen. Ja. Dat je hem zo uit je rug haalt zo, en dan zo hem erop legt en zo. Jullie trekken hem tot je wang, zag ik. Pas je op voor de camera? Ja, hij was bijna op de camera. Was hij te zacht? Ja, die was te zacht, ja. En te laag. Net ernaast. Ja, maar jullie hebben gisteren een uur lopen oefenen en ik niet. Dus nu moeten jullie niet lullig doen tegen mij. Dat doen we niet. Huh? Dat doen we ook helemaal niet. Dat doen wij niet. Nee. Zie je, en ze zo kijken, ja. Want ze schiet weer naast. Nee, dat kan gebeuren. Oeh. 1 keer een goeie en dan heb ik die 6. ja, dat is wel waar, ja. Oeh. Dat is een 1 of 2. Dat wordt hem. Als je nu in de roos schiet, ben je alsnog de winner hoor. Ja. Dus High score. Elke keer als ik die laatste 2 of de laatste 3 schiet, dan weet ik weer een beetje waar ik moet richten. Want ik richt helemaal niet op het bord. Nee, ik ook niet. Doen jullie dat wel? Nee, ik mik eigenlijk een beetje op de grond. Echt? Oh, ja. Ik mik wel op het bord. Oh, ik mik echt op het grond en dan gaat hij omhoog. Ja, heel raar. Oké, okay. Laten we even kijken bij het bord. Nou, je hebt 3 punten. 1 keer in de 2, 1 keer in de 1. Nou, ben ik blij mee. Hé joh, wat ben je aan het doen? Deze boom moest eruit, toch? Is hij nu in één keer vanaf? Ja, dan lig je op de grond. Oh mijn god, die hele wortel komt uit de grond. Oh. Ga daar staan, opstaan. Wat? Die hele wortel komt eruit. Hierop staan. Hierop staan? Oh, yo. Mijn boom met wortels? Ja, hij ligt er gewoon uit. Hij ligt gewoon in één keer op de grond. En nu moet hij eigenlijk de andere kant op. Wow, je laat een heel deel liggen. Zo. Wow. Zo, kijk die wortels. Wat? Oh. Trek gewoon. Mooi joh, gek. Mooi joh. Het is gewoon Myron doet alle stunts zelf. Ik heb ook weer eruit gehaald. Nou, lekker gedaan. Ja. Oh, dat was echt zo random. Ja, dat was heel random. Boom eruit, oké. Oké, terug naar boogschieten. Boomschieten. Kom op, maatje. Geen boomschieten, boogschieten. Lekker. Die was echt nice. Die was echt heel nice. Bijna in het rode. Ik denk dat die nog. Dit is echt een goed begin, man. Kom op, over die 30. Let's go. Ja, let's go. Ik ben echt expres op de grond. Je moet die 27 nu van Enzo proberen te verbreken. En dan moet jij die weer van Noël verbreken. Ja, 29 is de highscore, hè. Ah. Oei, dat is dan weer zo jammer. Yes! Boy, die was echt heel scheef. Okay. Die ging echt heel scheef. Laat nou even al die planten maar rust. Marvin zit weer met die planten te kutten. Zo meteen al die bomen uit het Oeh, die zit allemaal net in het bord. Die eerste was zo goed. Nou, jij kan dit. Ik mik op die grond. Dat was je tactiek, toch? Ik mik op die grond. Kom op, maat. Focus. Bam!
Oh mijn god. Hoe kan dit nou? Ja. Je had zo goed geschoten gisteren. Nou, je hebt de 1 in zitten. Die zit in de 6. Damn. Die andere zit er nog maar net in. Kom maar goed, man. Kom maar goed. Je krijgt les van Robin Hood, ja? Dat is goed. Deze ligt hier. Kijk, kunnen ze uit de grond trekken. Hoppa. Dan liggen er hier nog 2, toch? Ergens. Ja, dit is zo moeilijk om te zoeken. We hebben eigenlijk allemaal van die hooibergen nodig. Dan komen ze altijd in die hooibergen. Ja, dit is echt heel moeilijk zoeken. Ja, kijk dan. Hier zit hij. Het is echt zo moeilijk om te vinden. Hoppakee. En dan nu nog eentje, toch? Eentje. Oh, kut. Oh, die ligt gewoon hier in de grond. Hoppakee. Hoppa, kijk, hebben ze weer. We hebben er 5. Oké, laten we eens even kijken wat voor score we kunnen neerzetten. Ik hoop echt boven de 30. Laten we even kijken wat geplant aan Meijer en weer. Er zit een schepje erbij gepakt. Ja, wat, kut. Waarom ook nu? Wojo. Goed begin. Lekker begin. Maar ik probeer hem ook niet helemaal strak te spannen, want dan ga je te veel trillen. Dat is echt zwaar. Als je hem helemaal naar achteren doet, oh, ja. Dat is super zwaar. Dus ik doe hem ongeveer hier. Echt? Ja, want anders dan begin ik veel te hard te trillen, merk ik. Oei, dat is een eentje. Oei, er zit wel een bord, maar er zit ook wel natuurlijk. Heb je hem al bijna? Ik wacht wel even. Oh. Oei, oei, oei. In het rode. Dat is wel echt lekker. Nog 2 pijlen, kom op. Ai. De laatste moet dan in de 10 of in de roos. Ja. Hij heeft hem. Nice. Hoppakee. Nu gaan erbij. Nog een boompie. Oeh. In het rode of niet? Hij is wel nice. Hij is in het rode weer volgens mij. Wel allemaal weer in het bord. Oké, wat hebben we hier? We hebben hier 7. Dan hebben we hier... Oeh, jury? Ik denk ook 7. Ja? Ja, als je van onder kijkt. Oké, 14. Hebben we 20. Dat is 6 namelijk. Hebben we 21. 22. 22. Wel boven de 20 weer. Dat is wel goed hoor. Wel een mooie score. Maar die 29, die wil ik nog wel proberen te verbreken. Nou, let's go. Ja? Ja. Kom op Enzo. Oh, die was wel weer in het blauwe, de eerste. Let's go. Rood. Als ik gewoon alles in het rood of hoger, dan heb ik het. Oh, in blauw. 2 in blauw, 1 in het rood. Dat is goed hoor. Ja, dat is netjes. Goeie, joh. En dan nog eentje in geel. Oh, in blauw weer. Oh, joh. 3 in blauw, 1 in het rood. Nog 1. Ik heb echt geen idee hoeveel ik nu heb. Nee. Oh, dat is spannend. Dus moet ik in het blauw of hoger volgens mij. Goeie, joh. Oh, weer in blauw. Oei. Oh, ik heb er 4 in blauw, 1 in het rood. Ziek hoor. Ja, als hij in de 8 zit van blauw, dan is het supergoed. Oh nee, dat is 6. Ja, laten we even kijken. We doen de hoogste eerst. 7. Dan hebben we deze 6. Dat is 13. Dan hebben we 5. Dat is 18. We hebben weer 5. Dat is 23. En dan weer 5. 28. 28. Dat is je highscore toch? Of 29? Nee, 29. Nog een keer. Shit. Meteen door. Nog nu zit keer? Je in de goede... Zwaai je vingers hoor. Ja, ik heb dat ook. Oh mijn god, 28. Terwijl ik eigenlijk zo clean schoot elke keer. Ja, heel strak. Eentje had 1 hoger gemoeten. Ja. Nee, 2 hoger. Eentje had gewoon in het geel gemoeten. Ja, klopt. Geel is echt gewoon zo'n zieke punt te maken. Dan heb je gewoon 9. 2 in het rood eigenlijk is ook al goed. Ja, ik had nu gewoon 4 in blauw. En dat is gewoon, ja, 5 of 6. Damn. Maar wel duidelijk beter. Ja. Zwart. Oh, ja, zwart. Ja, toch? Ik hoop net blauw, maar ik ben bang dat hij ook in het zwart is, ja. Ah. Zwart. Weer zwart. Hij schiet in ieder geval nooit meer mis. Blauw. En nu moeten ze allebei in te geel. Geel of die donkerste rood. Donkerste ja, rood. Dat ga ik echt niet redden. Oh, oh my god. Zit hij in het midden? Oh my god, nee, maar misschien... Schiet die andere nog snel. Oh my god, misschien in de 10. Ja. Misschien, heel misschien. Wow, dit is wel de beste volgens mij ooit. Tot nu toe. Ja, besef dat Floor gisteren ook gewoon echt supergoed. De eerste, in de 9. Ja. Oh. Rood. Oh my god, deze was ook... Deze kan na een slechte start toch nog iets opleveren. Ik heb 10 geschoten. Ja. Ja, kijk dan. Oh, bijna op het randje van de... Bijna in de roos. Ja. Zie je, want dit is de roos. Zet. Echt op het randje zo wat. Oké, tellen. Wow, ziek. Oké, heb ik hier 10. Beste ooit. Oei, oei, oei. Dan 18. We hebben 18. Dan hebben we 6. Dat is 24. Dan hebben we 4 erbij. Dat is 30. Nee, dat is... Ja, 4. Ja. En dan hebben we de 3. 33. Oh, nice. Eén keer. Hoppa. Echt ziek. Echt ja, nice. Dat is dus echt gewoon die gele. Daar heb je goed 10 punten in één keer erbij. Ja. Maar heb ik al goed opgesteld, ja toch?
Of toch niet? Ik heb niet meegeteld. Of kwam ik op 30? 10? Volgens mij had ik 24 en toen 6 en toen 3. Of had ik... 10, 18 en toen een 6, dus dat is 24. Toen 3 erbij, 27, 30. Je hebt 30. Ook op 30. Ja. Ook als verkeerd geteld. Je had het verkeerd geteld. Oh, ik dacht al, hoe kan je nu ineens... Ja, ja, maar... 30. Dan heb ik 1 punt boven de highscore. Ja, maar dat is toch goed? Ja, dan heb ik gemiddelde, want als je 30 gedeeld door 5 doet, heb ik gemiddelde van 6. Per pijl. Dus 6 punten per pijl. Dat is dus wat je moet schieten, wil je 30 halen. Sick. Oh, ik ga gewoon nog een keer schieten. Dit is gewoon lijp. Ja, sick. Dit is gewoon super vet. Ja, nu wil je ook een keer echt in die roos, ja, eigenlijk, hè? Ja, gewoon in de 10. Ja. Yo, echt sick. Kijk, dit boompje moet eigenlijk ook weg, hè? Deze. Ja, want dan hebben jullie meer ruimte voor pijl en boog schieten, toch? Ja, eigenlijk wel, ja. Nee, die kan je gewoon opstaan, denk ik, ja. Ja. Bijna. Dat is moeilijk, ouwe. Schepje? Schepje? Nee, ik denk dat deze te dik is voor een schepje, hoor. Die andere was een struik. Ja, maar toch de manier Stik. Van... Stik maar eens terug. Ja, zo. En dan daar goed springen. En dan de andere kant op. En dan heb je hem, denk ik. Ja, als wij trekken, dan trekken wij hem zo uit. Doe hem nu eens de andere kant op leggen. Juist. Trek hem. Nu trekken. Ja, eigenlijk wil je hem wel met wortel en al eruit, ja, hebben. Dans met mij die tak. Ik denk als jullie beide gaan trekken, ja, dat het kan, hoor. Twee trekken, dat kan dan niet. Dan heb je die wortel eruit, dus, schat. 3, 2, 1, full power. Full power. Scheppen. Zo'n kleine boom kan dan echt al heel veel wortels hebben. Ja, ziek is dat, hè. Dat is de wortel die je wil hebben, hè? Hier zit die wortel nog steeds. Hier. Nee, schoffel. Pak die wortel zo. Pak je dat? Hij trekt hem gewoon uit. Ja, ik heb hem hier door midden. Het is echt ziek, hoor. Aan die kant. Hier. Wat ben je aan het doen met die haak? We gaan ook in één keer van boog schudden. Ja, helemaal afgeleid door één boom. Ja, ik denk dat je nu wel bijna kan trekken. Ja, zo. Ja. Let's go. Help hem eens. Zal ik hem eens even hebben? 1, 2. Ja, 1, 2. Ja, echt zieke wortels al. Ja, jut. Oké. Okay. Nou, verder met boog schieten. Ik zoek een andere boom uit, ja? Ja, kijk dan, dan gaat het weer even netjes. Even dichtmaken. Even een moestuintje weer. En nu kan je ook hier gaan staan. Ja, daarom. Dan heb je meer ruimte, hè? Oh, nu ben ik wel moe. Ja? Ja, nu moet ik boog schieten. Oh, oh, geel, geel, geel. Ja, ik denk dat het rood is, hoor. De achtste, ja? Rood, ja. Oh, niet goed. Niet goed, kom op, Enzo. Maar het is bij elkaar kan wel allebei 6 zijn. Dan heb ik gemiddeld van 6, ja, heb je? Blauw. Kom op, nu voor rood of geel. Nu moet ik in het gele schieten. Moet, anders red ik het niet meer, hoor. Ja! Oh, nee, oh, net rood of niet? Ja, rood. Ik zag het. Hij moet in het gele, wil ik het nog halen. En ik denk eerlijk gezegd 10. Wat doe jij? Ja! Oh! Nee, oh, volgens mij is het 9. Hij nee, zit het strak tegen elkaar aan. Ja, maar in het gele wel, hoor. Ja, wel in het gele. Ja. Wat? Ja, alle twee. Ja, alle twee in het gele. Allebei. Wat? Alle twee in het gele. Oké, okay, tellen. 9 plus 9 is 18. Ja. Dat is 18. Plus 8 is 26. Yes, yes, yes. Plus 5 is 31. 31. Plus 3 is 34. 34. Yay. Wow. Nice. Robin Hood hier. Let's go. 2 keer in de 9 geschoten. Naast, ja, elkaar. Leuk. Echt gewoon bijna tegen elkaar aan. Hoppakee. Sick, hoor. Dit is echt, echt heel leuk. 34. Goed onthouden. Ja, 34 is de highscore. Ja, eigenlijk moeten we dat op de achterkant neerzetten. 34 highscore. Sick. Lekker. Hey. Ja, echt knal. Hey. Let's go. Ik denk gewoon hier neerzetten. Ja. En dan kunnen we weer een streep doorzetten als die verbroken is. Ja, dus dan gewoon zo eronder. Ja. Hier schieten we toch nooit. Nee. Dit is nog steeds helemaal open. Dat, ja, doet ook. Iedereen schiet naar rechts. 34 is de highscore. Nice. Dus zo, leg die stift hier gewoon bij. Hop. Hop. Oh my god.
Ja! Dames en heren, ik heb voor de tweede keer in de 10 geschoten. Hoppakee, de tweede keer in de 10. En ik dacht, ik ga de vlogcamera niet meer aanzetten. Want anders wordt het wel heel lang dat mogen schieten. Maar ik denk, doe de GoPro aan voor de zekerheid. En ik heb nog een mooie 10 erop staan. Dat was gewoon de eerste. Heerlijk. 10, 17, plus 6, 23, 25, plus weer 2, 27. Gewoon clean 27. En ik heb weer in een 9 geschoten. Hoppa. 17, dit is 5, dit is 22, dit is 4, 26. Ik had ze net 27, nu 26. Wil jij nu? Ja, sowieso. Oh, de eerste 10 van Noël. Lekker. Let's go. Hey, we hebben eindelijk in de 10 geschoten, kijk. Boom, mijn eerste 10. Nog geen, alles is trouwens mis, een beetje 1, 2 punten. Even kijken, wat hebben we eigenlijk? Deze zit in het zwart. Dat is 4 met 2, 6. Ik kan rekenen, 0. En dan ja, met die 10. Het is gewoon 16. Ja, niet echt wat ik wou, maar 1. In de 10, let's go. Weet je wat ik ook knap vind als ik dit zo zie? Dat nog niemand twee keer in hetzelfde gat heeft geschoten. Zien jullie dat? Alles is gewoon nog los van elkaar. Geen één keer in hetzelfde gat geschoten. Deze zit heel dicht op elkaar. Deze van mij bij de 9 zat heel dicht op elkaar. Maar voor de rest nog nergens gewoon twee keer in hetzelfde gat. Maar ja, dat gaat uiteindelijk vanzelf komen. Maar we gaan nu stoppen. Mijn vingers die zijn gewoon een beetje blauw hier zo. Doet echt pijn. Ik heb echt te veel geschoten eigenlijk. Maar we komen hier later weer een keertje bij terug. Afblijven jongetje. Alleen gebruiken onder toezicht. Jij hebt dit niet gebruikt hè? Nee. Hij was er niet bij. Oh, hij was er niet bij. Oh, dat is wel lachen, want morgen gaan we dit weer doen. Dus morgen kan je ook graven met deze. Dat is echt super leuk, man. Dan gaan we met deze gaan we even verder bij de vijver. Ik kan jullie wel laten zien hoe het er nu uitziet bij de vijver. Kijk eens even, dames en heren. Dit is de originele vijver. Zoals we het huis hebben gekocht en de vijver. En hier hebben we dan het megagat. Het lijkt eerlijk gezegd niet zo heel erg diep. Maar als ik even dit doe... Hoppakee. Kijk, het is best diep. Want het is 1,40 meter daar. En ik ben 1,84 meter. Juist, dus nog 40 centimeter zit erboven. Oh. En ik heb nog steeds geen flauw idee waarom dat niet zo diep is en dit wel. Maar dat wordt vast wel uitgelegd in Daniels video. Schop. Weet jij het? Ja, die middenste baan wordt 1,40 diep. En dan hier komt weer zoals daar zo half diep. Sorry. Oké. Okay. Gezondheid. Dankjewel. Altijd gaat er vijf zo'n blokjes zo. Ja, want dit is net Minecraft zo, die blokjes zo. We hadden gewoon een schop. Ja, twee. Oh, we hadden gewoon twee scheppen. Wat ja, de heck? Die hebben wij niet hier neergelegd. Oh, dat wisten we niet. Daar hebben ze die meegenomen. Maar we hebben hier wat vissen voor. Dus laten we eventjes wat erin doen. Hoeft niet te veel op zich. Ook een beetje doen? Oei. Ja, je mag ook doen, zeker. Hoppakee. Ook van dit, hè? Ja, en ook wat van die. Want we hebben voedsel voor de goudvissen en we hebben voedsel voor de sterlet. Hoe doet hij dat ook weer? Juist, ja, is prima zo. Nice, vijver wordt beter. Nou, ook al wordt hier eigenlijk niet zo heel veel aan opgeknapt. Behalve dat de pomp het nu gewoon beter doet. Mooi hoor, dikke auto. En dit. Zo, die knappert nog even. Hoorde je dat? Ja, dat was echt gewoon gas geven zo. En toen gas los. Bang, ding, 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 ding. Maar check wat we hier gewoon in de tuin hebben. Deze is knijters mooi. We wisten geen eens dat we die hadden. Hij staat hier ook eigenlijk heel erg random in de tuin. Maar hij is echt super mooi. Hij is echt heel erg mooi. Gewoon met helemaal mooi roze. Hier al die paardenbloemen, super irritant. Maar deze is echt heel erg mooi. Check dan. Nou, die hebben we ook gewoon erbij gekregen toen we het huis hebben gekocht. Wist ik helemaal niet, maar heel blij mee. En hier hebben we nog steeds de pizza tent. We moeten nog steeds een keer in de tuin slapen, maar het is nog steeds niet warm genoeg geweest. Er slaapt ook iemand in, hè? Maar die is een mystery guest. Goeie. Ja. Nou goed, laten we hier weer weggaan. Dit wordt gewoon goed onderhouden. En daar wordt verder niks aan veranderd. Want ja, uiteindelijk is de bedoeling dat daar alles in komt. Maar het is nog steeds lijp dat dit gewoon gaat gebeuren, mensen. Het wordt gewoon echt. Ja, het begin is er al. Echt te lijp gewoon. We hebben hier blokjes. Die heb ik afgezaagd de vorige keer. En dit zijn serieus gewoon onderzetters van de boom die in onze eigen tuin stond. En aangezien ik die van Milan heb kapot gemaakt, weet je dat nog? www.knoppen.nl. Deze zijn dan niet te verkrijgen, maar de rest wel. Maar laten we even terugkijken naar het moment dat ik de onderzetter van Milan kapot maakte. Nee, oké. Knol! Ik geef jou twee leuke cadeaus. Dit krijg ik ervoor terug. Ja, en nu? Nou, twee crackers. Ik wil een nieuwe. Ja, is goed. Ik ga hem wel kopen voor je. Dus daarom gaan we deze nu brengen naar Milan. Ja, die woont hier twee huizen naast, dus helemaal top. Hey, buurman. Hoi.
Hey Marlino. Oh. Hey, ik heb wat voor je. Wat? Jij gaat eten, kijk hem erbij zitten. Waarom doe je dat altijd? In één keer is hij echt super braaf, zit hij daar zo te wachten. Ik heb nooit iets van jou krijgt, gewoon nog nooit iets gekregen. Nee, nou, als ik een koekje heb in mijn hand. Wauw. Oké, in ieder geval bro, we hebben wat voor je. Ik heb dit natuurlijk de vorige keer kapot gemaakt. Dus we hebben gewoon uit onze eigen tuin, hebben we voor jou nieuwe onderzetters. Nou, wat meen je? Alsjeblieft man. Dat hebben we zelf gezaagd. Ja, we hebben twee hebben de zijkanten afgehaald en twee niet. Oh, we hebben splinters nog in. Ja, is nog niet geschuurd. Ja, wel. Ja, maar we dachten dat vind je leuk om zelf te doen. Tuurlijk. Oké. Okay. Hey, wat lief van je, dankjewel. Alsjeblieft man. Wat chill. Maar heel groot ook, top. Ja, oh, je hebt groot glazen toch? Ja, nou, ik vind het mooi. Nee, ik vind voor het pannen mooi. Is dit. Ja? Het is voor pannen, het is niet voor glazen trouwens, hoor ik net. Oh, het is voor glazen. Nou, dat is wel heel klein. Het is voor pannen. Nee, je hebt gewoon kleine pannen. Maar je toch? Moet hem dan zo twee neerzetten. Juist. Ah. Oké, doei maatje. Hey, chill man, thanks. Doei maatje. Wat is jouw boom? Ja, alsjeblieft. Die boom verzaakt. Wil je ruiken? Oh, Denneboom. Denneboom. Ja, dit is een heel raar boom. Wel lekker hè? Heel raar boom. Ja. Alsjeblieft bro. Nou, thanks man. Goed zijn, Roen. Hier, moet je eentje? Ja, ik zat wel even heet te slippen. Hij legt hem daar neer. Het gewei. Oh, hij heeft wel een klein stukje. Ja, van het gewei heeft hij al een stuk af hoor. Ja? Ja? Zeker. Oh, laten we even checken. Oh, inderdaad ja. Ja, hij heeft wel een stukje van het gewei af. Maar het valt nog mee. Het valt mee inderdaad. Ik had verwacht dat hij wat meer zou doen. Ja, je hebt er al een klein stukje vanaf, maatje. Hij vindt het nog wel steeds lekker. Ga maar pakken. Oei, oké, we gaan er weer vandoor. We gaan naar huis. Het is zondag. Betekent dat ik weer ga streamen. Dus dat wordt echt superleuk. Oké, wacht je. Nog een keer. Tot zo. Tot zo. Wat gebeurde? Ik deed gewoon een beetje water in de uitlaat. Toen gaf je gas en toen... Ja, dat ja. Benzine. Gewoon bam, ja, dat ziet er echt ziek uit. Doei. Tot zo. Ik zag eigenlijk helemaal niet. Ja, je zag alleen water eruit spuwen. Dat was wel vet. Dat is jouw auto, hè? Bro, zo bizar nog steeds. Echt niet normaal. Echt een tank gewoon. Een rijdende tank. Oei, yeah. Oei, echt keihard. Elke keer als ik hier nog binnenkom, dan zie ik die bank en dan denk ik... Oh my god, dit meen je niet. Gewoon serieus. Ik heb wel super veel zin om hier een keertje in de avond lekker rustig, relaxed een filmpje te kijken. Gewoon helemaal zo lang uit, lekker op de tv. De tv is echt groot, maar hij lijkt gewoon klein door de hele bank. Maar dit is wel echt super nice. Wat dacht je toen je hier binnenkwam en die bank zag? Ik had dus al verteld de volgende ochtend tegen mijn mond. Ik kwam dus aan. Ik kwam heel laat s'avonds aan, maar echt 1 uur of zo, omdat ik nog een livestream had. Dus ik loop zo met mijn koffer, jullie waren al naar bed. Ik loop zo vol tegen de bank aan. Ik zet mijn zaklamp aan, de hele bank. Wat is hier gebeurd? Dus ik had een goede woonkamer. Ja, ik schrok me echt dood. Echt bizar, hè? Ja, en eerst wou je daar nog een matje leggen. Dan is het mogelijk. Ja, er is helemaal geen plek meer voor een matje. Maar het is wel echt super nice. Ja. En het ruikt hier ook nog helemaal naar die bank. Ken je dat? Als je dan een nieuwe bankstel hebt, dat dan de kussens, alles. Ruikt gewoon nog zo ontzettend nieuw. Ja, ik ben er heel blij mee. Het is echt lekker, hoor. Ja, het is echt een lekker bankje. Het is echt heel nice. Heel blij mee. Bam. Ja, echt snel filmpje kijken hier zo. Als jullie nog goede filmtips hebben, dan laat het even weten in de reacties. En de Without Remorse heb ik natuurlijk al gezien, dus een andere film dan dat. Oh, vlak voor de stream nog eventjes lekker taco's eten. Mm. Super lief schatje, echt wel lekker gemaakt. Echt heerlijk. Julek zus, dankjewel voor je donatie. Hi Enzo, ik heb een vraagje. Als jij je beelden stuurt naar de editors, geef je dan aan welke beelden je sowieso wel in de vlog wilt hebben en welke niet? En check jij ook de vlog van tevoren? Ik ben best wel benieuwd. Fijne streamavond. Groetjes. Ja, dat is wel een leuke vraag. Ik deel mijn beelden in de avond op Dropbox. Dan wordt dat in de nacht gedownload. Dan in de ochtend kunnen de editors aan de slag. Eigenlijk alles wat ik film kan gebruikt worden. Wat ik heel vaak doe, ik kan wel laten zien aan jullie hoe ik dat doe. Dat is wel grappig. En dan ga ik dat ook gewoon in de vlog laten. Oké, let op hoe ik dat altijd doe. Ik heb hier mijn vlog. Oké, dames en heren, ik ben op dit moment live op Twitch. Er zijn meer dan 7000 kijkers, super ziek. Het is echt bizar hoe het altijd gaat op Twitch. Het is echt een groot succes. Het is echt niet te beschrijven. Super dankbaar voor. Mocht je het gemist hebben, nog nooit gezien hebben, check even de link in de beschrijving, daar staat mijn Twitch. Maar wat de kijkers nu aan mij vragen op Twitch, is hoe doe je dat met de editors? Want zoals de meesten van jullie weten, ik heb 2 editors in dienst. Eentje door de week en eentje in het weekend. Bas en Jordi, shout-out naar jullie. En nu is het zo dat Bas, een
van mijn editors heeft COVID. Corona moet ik zeggen. Want met COVID spreek je de V uit. COVID. En met als je de V zegt, dan spuug je blijkbaar een beetje. Waardoor je corona verspreidt. En als je corona zegt, spuug je niet. Hey. Dus als je ooit een van de twee moet kiezen, zeg dan corona. Want dan, oké, duidelijk. In ieder geval heb ik net geleerd van de Twitch chat. Dus het is ook nog een beetje leerzaam, een beetje educatief hier zo. Maar ik ben nu mijn poppetje aan het maken hier. Heel erg leuk. Waarschijnlijk ga ik Myron maken. Dus dat wordt echt lachen. Maar nu is het zo dat de kijkers zich afvragen. Enzo, hoe doe je dat? Als jij gaat vloggen, alle beelden die je vlogt, komen die dan in de vlog? Of zeg jij dan altijd van, yo, tegen de editors van, yo, dit moet er niet in, dit moet er wel in? Of hoe doe je dat? Nou, ik zal jullie vertellen hoe ik dat altijd doe. Ik neem eigenlijk zoveel mogelijk op, de hele dag door. En stel voor er gebeurt iets. Stel voor, ik ben Noël aan het filmen. Noël zit daar. En Noël die verspreekt zich. Of Noël zegt iets dat ik denk van, gast, wat zeg jij? Of er gebeurt iets buiten. Stel voor, ik film een auto. En die auto rijdt bijna tegen een paal. Of er zijn mensen en er gebeurt iets waarvan ik denk, nou, dat vind ik niet zo chill dat dat op beeld komt. Wat ik dan doe, dus stel voor, ik loop buiten en ik film zeg maar gewoon naar buiten. En ik zie iets en ik wil niet dat het op beeld komt, draai ik de camera om. En dan film ik niet mijn mond, maar dan ga ik naar de microfoon toe. En dan zeg ik zo van, yo, eventjes voor de editors, dat stukje wat ik net heb opgenomen, dat kan je wel uitknippen en dan kan je dat nu weer verder oppakken. En dan pak ik de vlogcamera zo weer en dan ga ik weer verder. Dus zo praat ik altijd. Dus er zijn heel veel beelden van mij dat ik gewoon mijn borst film en dat ik dan zo, yo, hey. En wat ik soms ook wel eens doe, dat is wat leuker voor de editors, dan film ik gewoon op deze manier de onderkant van mijn mond en dan zeg ik, yo, even voor de editors, dat stukje van net, dat hoeft er niet in. Dus het is eigenlijk heel droog, want ik ben gewoon aan het vloggen en dan bla 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 en dan, yo, even voor de editor, als je dit en dat zo doet, dan ziet dat er vet uit, weet je, op die manier. Zo doe ik dat, want soms, en dat is het belangrijkste aan het hele vlog gebeuren. En dat is de reden waarom ik zelf 5 jaar lang elke dag mijn vlogs heb geëdit. En de Minecraft Survival video's. De reden waarom ik dat heb gedaan, is omdat niemand kan in mijn hoofd kijken. Niemand. Alleen ik weet wat hier gebeurt. Dus alleen ik weet wat voor gedachten ik heb bij dingetjes die ik film. Dus stel voor, ik wil een bruggetje maken naar een volgend beeld. Kijk, heel vaak. Wat je ziet bij mijn vlogs is dat ik mijn hand heb. Dan doe ik mijn hand naar de camera. En dan wacht ik. En dan wacht ik gewoon totdat ik nog een keer opneem. Stel voor ik ben bij mijn nieuwe woning. Doe ik mijn hand er weer voor. En dan doe ik hem er vanaf. En dan heb je een hele mooie overgang als dat geknipt wordt. Dus mijn editors weten ondertussen dat als ik dit doe, dan ga ik ook weer uiteindelijk dit doen en weer dit. Zodat ze die overgang kunnen maken. Maar stel voor ik heb een leuk idee bij een stukje sketch of een scène die ik wil maken. Dan zeg ik gewoon heel vaak wat er in mijn hoofd omgaat. Dus dan film ik het, neem ik het op en dan daarna zeg ik van, yo, dit is eventjes voor de editors. Ik heb net dit en dit opgenomen. Als je dat op die manier knipt, dan heb ik nog gewoon een leuk muziekje. Die zal ik wel even naar je toesturen. Als je die eronder zet, dan is het gewoon super grappig. Dat is hoe ik het doe, mensen. En dat is eventjes wat informatie achter de schermen hoe ik met de vlogs omga. Oké, het wordt al veel te lang. Ik ga Myron maken hier en de chat. Ik film eventjes de chat. Dus als de chat even allemaal knolpower hartjes in de chat gooien, dan vindt de vlog dat ook leuk om te zien. Want dan zien ze wat voor gekhuis en wat voor gezelligheid het altijd is. Dus gooi allemaal die hartjes in de chat van Knolpower. Kijk eens even, dames en heren. Hartjes in de chat van Knolpower. Kijk hoe snel dat ook gaat. Dat is echt absurd. Hoppakee, al die hartjes. Oké, superleuk. Ik check jullie later weer na de stream. Oké, dames en heren. Jullie zien nu 2 strijders in beeld. Want het is... het is electro. Het is 2:30 de nacht. En morgen gaan we redelijk vroeg opstaan voor het sporten. Dus dat wordt waarschijnlijk killing. Maar ik heb heel erg genoten. Dankjewel Noël voor het meedoen met mijn stream. Ik heb gewoon 7 uur achter elkaar gestreamd. Echt lijp. Ik ben heel erg trots op mezelf dat ik dat altijd combineer met vlogs maken. Want het is best wel een hoop stress en een hoop geregel en een hoop gedoe. En het kost gewoon heel veel tijd. Maar het is wel, Twitch is gewoon een leuk platform. En ik vind het leuk om daar met mensen te chatten en mensen te ontmoeten. Gewoon lieve kijkers. Het is wel een hele leuke community, zeker. Dus, dus ik ben trots op mezelf. Trots op jullie. Dankjewel voor het kijken. Tot zover. Bedankt voor de vlog. Check jullie morgen om 4 uur. Vergeet niet duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier naar beneden. Hier beneden bedoel ik. Niet hier helemaal naar beneden. Maar gewoon een beetje naar beneden. 3 miljoen. Daar gaan we naartoe. Let's go. En dan zeg ik, zoals altijd, tikken vette. Peace. Knolpower.